zenuwachtig. Maar op zich wel zin in. En ik zag het begin dus aan het rennen. Dus ik denk dat het meteen knallen wordt. En probeer vast te houden. Veel voorverkend? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. Maar dat doe ik eigenlijk nooit echt hoor. Ik doe meestal gewoon een tunnelvisie erin, zeg maar. En je ziet wel wat er komt. Ja, als ik ga voorverkennen, dan maak ik me alleen maar bang voor dingen. Ja. Stop lussen dan, Eindtouw aantikken. Eindtouw aantikken. Yes. Overheen.
denk dat ik wel ja, gewoon een hoge hartslag wel goed kan doortrekken, zeg maar. Normaal gesproken, ja. Ja. Als dat allemaal lukt. Door. Aanbehang naar beneden, over de middelste balk, over de laatste balk en dan naar rechts.
over de balk. Over de laatste balk. Je moet zitten. Kijk. Dat is hoe het gaat. Hij is redelijk aan de latten als ik het zo zie. Maar onwijs knap wat hij gepresteerd heeft. 9 kilometer. Nou, Jeroen in één zin, hoe ging het? Ja, ging echt heel goed. Echt super tevreden. Ik had echt het gevoel dat ik kon knallen. Het ging echt voor mijn gevoel als een man. Ja, helemaal de eerste keer helemaal dood aan het gaan, maar op een gegeven moment, alsof je lichaam dat wel aanpakt, zeg maar, en toen kom ik door terug. Ja. Kom je dan iets tegen in die run waarvan je denkt, wow, wat is dit? Of eigenlijk nooit? Bij deze run niet per se. Ja, je moest zitten kaboutertouwtjes. En je moest zitten. En ik dacht, normaal gesproken ik gewoon op de armen. En, maar ja, je moet maar even zitten in de tijd. Maar was wel te doen. En dan 2 weken Den Bosch en KK zijn. En dat te winnen. Ja, ik ga er wel voor natuurlijk. Dat is wel het plan. Dus, Ik hoop het. Altijd sterke concurrentie hoor. Dus, ja. Ik moet altijd wel volle bak gaan, anders wil ik dat niet. Ja.